So I want to talk to you today about the future. And that's why so many are calling for a great reset. I see the need for a great reset. We will have not less, we will have more globalization. In the coming decades, AI and biotechnology will give us God-like ability. Goedendag allemaal. Ik ga weer een gesprek aan en deze keer niet op de locatie waar ik normaal gesproken zit, want ik ga in gesprek met Yvonne Brinkering. Die verblijft op dit moment in Turkije en kan niet terugkomen in Nederland. We gaan zo dadelijk wel horen waardoor dat is. Maar we hebben dus een Zoom-verbinding tot stand gebracht. Yvonne Brinkering is klokkenluider als het gaat over jeugdzorg, over justitie. En het is allemaal begonnen met haar eigen zoon, Timo, die bij de geboorte bleek, of na de geboorte bleek, een autistische stoornis te hebben. Yvonne, van harte welkom. We hadden al eventjes app-contact gehad en toen zei ik eigenlijk enorme trek in app-soep en haring. Maar ja, dat kan ik helaas hier vandaag niet aanbieden. Ik had toch even gedacht mee te nemen om ons te laten zien, maar dat heb ik ook nog niet gedaan. Want gewoon een lekkere nieuwe haring, dat kun je daar in Turkije niet krijgen, hè? Nee, haring niet, makreel niet, paling niet. Dat mis ik wel echt. Nou ja, goed, dat kan hier ook bijna niet meer, want alle vissers worden inmiddels nek omgedraaid. Dus over ik volg het, dan ja. Zitten we hier ook allemaal aan de springkanen. En die hebben ze misschien in Turkije wel in overvloed. Maar die hebben ze hier niet, want dat is een ramp, dus dat mag hier niet. Oh, nou ja. Oké. Okay. Hey, van harte welkom. Ik heb met jou een interview gehoord wat heel lang duurde. En wij moeten het, en ik wil het ook iets korter doen. Niet alleen moeten, maar om het voor de mensen overzichtelijk te houden. Dus ik heb al een paar dingetjes gezegd. Maar allereerst zou ik even willen weten van, wie ben jij? Wat deed je? Ik weet dat je, ik heb dus verteld van je zoon. En die bleek autistische stoornis te hebben. En toen ben je uiteindelijk, omdat je tegen allerlei dingen aanliep, ben je zelf iets begonnen. Klopt, ik liep tegen een falende jeugdhulpverlening aan. Ik had echt dringend hulp nodig met mijn zoon. En die was er niet. En in plaats van die hulp die ik zou moeten hebben, kreeg ik een zak met geld. En ik mocht het uitzoeken. Het persoonsgebonden budget werd allemaal verstrekt. Om zorg voor Tom in te kopen. Dus nou, dat was ook niet voldoende. De prijzen rezen toen al de pan uit om hulp in te kopen. Een zak met geld klinkt heel veel, ja. Maar dat viel dus weg tegen. Nee, ik kreeg 1000 euro per kwartaal. Ja. Maar één logeerweekend om hem te laten logeren was toen al 6.500 euro of zo. Ja, dat was één keer in de 3 maanden had je 2 dagen rust en dat was het dan. En, dus ik ben uiteindelijk, om die reden heb ik Vrienden van Tom opgericht, de stichting Vrienden van Tom. Ja. En dat was meteen een daverend succes. Ik bleek toch niet de enige te zijn met zo'n zoon. En ook niet de enige ouder die opvoedingsmoe was. Dus binnen een jaar had ik 52 werknemers in dienst, eigen kantoor. En voorzagen we heel Nederland. En hielpen we dus ook in de jeugdzorg. De kinderen die gesloten geplaatst waren of waar ze geen plek voor hadden in de GGZ. Die werden toen de tijd nu nog steeds trouwens in de jeugdgevangenis gezet. En om dat te voorkomen... Wacht even, in de jeugdgevangenis? Ja, dus kinderen die strafrechtelijk niets hadden gedaan. Niets hebben gedaan, want dat gebeurt nog steeds elke dag. Ja? Die werden, omdat er geen plek was in de GGZ en ze thuis in een onhoudbare situatie zaten, opgesloten in de jeugdgevangenis. En volgden daar ook... Steeds, zeg je? Ja, nog steeds. Ja, ik heb samen met de stichting Misplaatst in 2009 Donner en Rauwvoet aangeklaagd. Omdat ze die kinderen opsloten in een gevangenisregime niet te volgen. En daar zijn ze voor op hun vingers getikt. En ze hebben heel slim gedaan. Ze hebben het bordje gevangenis PI verwijderd. En een bordje jeugdinstelling opgehangen. En toen was het ineens legaal om kinderen. Op de vingers getikt door wie? Door het internationale strafhof. En die hebben dus gezegd van, dat mag niet meer kinderen opsluiten in een jeugdgevangenis. Nou ja, dan hangen we een ander bordje op en dan is het geen gevangenis meer. Veranderde daar intern ook wat? Nee, kinderen werden nog steeds opgesloten. Gingen niet naar school, geen sport, zagen hun ouders niet. Werden gesepareerd, gevisiteerd. Nog steeds, het gebeurt nog steeds. Het is vandaag, nog. Nu. Vandaag.
As we speak. De cijfers zijn verdubbeld. Ja. En over hoeveel kinderen hebben we het dan, Yvonne? We hebben het op dit moment over tussen de 3.000 en de 6.000 kinderen die gesloten zitten. Die in een, vanaf, in, eigenlijk die in een gevangenis zitten. Ja. Ja. Toen ik de klok daarover luidde, waren het dus circa 1.300. Inmiddels zijn het er meer dan 3.000. Wanneer heb jij die klok geluid? 2009. Toen luidde ik de klok de eerste keer. Ja. Ik heb meer keer geluid. Dat was nadat je naar het ICC was geweest of daarvoor nog? Nou, dat was daarvoor al. Daarvoor. Ja. En omdat daar geen gehoor aan kwam, ben ik naar het ICC gegaan. En daarna heb ik vaker de klok geluid over de jeugdzorg. En dan met name over de kinderen die uit instellingen kwamen. Jeugdzorginstellingen. Het zijn gesloten dat we ze eruit procedeerden. Of we hebben ze zelfs ontvoerd gewoon. Gewoon echt een uurtje meegenomen en nooit meer teruggebracht. En toen de tijd hadden we 2 vandaag, wat nu 1 vandaag is. En die hebben ooit eens een reportage gemaakt van een meisje wat door mij was meegenomen. Okay. En met die reportage zijn ze naar de voogd gegaan. En die hebben tegen die voogd gezegd van of je kan nu reageren, of je bent vanavond in de uitzending. Nou, binnen 2 dagen was de uithuisplaatsing eraf en kon ze terug naar huis. Dat dossier klopte niet. Daar ging die voogd dus over? Wat zeg je? Daar ging die voogd dus over. Die... Ja. En toen kon ze gewoon kind naar huis. Kind had een uithuisplaatsing gehad. Onterecht. Dossier vol met fouten en aannames en leugens. En dat dossier hebben we natuurlijk gefilmd. We hebben dat meisje laten praten. En daarna zijn we naar de voogd gegaan. En we hebben alles onder zijn neus geduwd. En zeg ik, binnen 2 dagen was het thuis. Hoefde ze ineens niet meer naar de gevangenis. En die uitzending? Die is er nooit gekomen, omdat die voogd mij werd. Die voogd liep daarvoor weg, in feite. Ja. Want waar was jij achter gekomen dan, eigenlijk? Want als die voogd zo bang wordt... En nou ja, kijk, die ouders... Net zoals ik toen de tijd met Tom hulp zocht, zochten haar ouders ook hulp. En wat was er gebeurd? Die ouders die zijn naar jeugdzorg gegaan, vrijwillig. En die hadden ook een zoon. En die zoon die was verslaafd geraakt. Die was 17 jaar. En die sloeg de hele boel kort en klein en die verpatste alles. Het was echt een drama. En die hebben dus om hulp gevraagd voor die zoon. In plaats daarvan hebben ze dat meisje, dat was toen 13 jaar, uit de schoolklas gehad met een aantal politieagenten. En er afgevoerd naar een gesloten instelling. Dus ze kregen geen hulp voor hun zoon. Ze waren ook hun dochter nog kwijt. Zij hebben zelf hulp gevraagd voor een zoon. En achter haar rug om is toen dat meisje uit de schoolklas weggehaald. En dat zag ze niet meer. Klopt. Omdat ze waarschijnlijk zeiden van, jij kunt je kinderen niet opvoeden of de situatie is gevaarlijk of weet ik wat. Ja, precies. Ze konden de veiligheid van hun dochter zeg maar niet garanderen thuis. Dus dat ging jeugdzorg dan wel even doen door haar uit huis te plaatsen. En die zoon gewoon thuis te laten. Er was geen hulp nog steeds voor die zoon. En dat soort dingen gebeuren dus heel veel. Hè? Wat voor links zit er tussen die... want we kennen natuurlijk allemaal de toeslagenaffaire. Hè? Daar gebeurde dat heel veel. Kinderen die min of meer tegen de wil van de ouders uit huis geplaatst werden. Ja, de toeslagenaffaire, dat wordt bewust klein gehouden door de politiek. Dan praat je over 2000 kinderen en dat is niet klein, maar ik noem het klein. Omdat er in totaal rond de 95.000 kinderen uit huis gesleurd zijn. Op basis van valse aannames, valse rapportages, leugens, dingen die niet kloppen. Dat is met de toeslagenaffaire zo, maar dat is met nog 95.000 kinderen ook zo. 95.000? 95.000. Advocaat Henriette Nakat heeft daar een prachtig rapport over geschreven, staatsontvoeringen. En daarin wordt dat ook helemaal specifiek uitgebouwd en uitgelegd en onderbouwd. Dat is een boek ook, hè? Staatsontvoeringen, toch? Ja, staatsontvoeringen. Henriette Nakat. Ja, Henriette was mijn advocaat. Ja. En dat was meteen ook de laatste zaak, want ook Henriette is kalt gesteld. Net zoals zoveel mensen die de jeugdzorg aankaarten of het onder de aandacht willen brengen. Dan verlies je uiteindelijk gewoon in het ergste geval je leven. Hey, nog even terug naar die 95.000, want dan heb je het over een periode van een heleboel jaar natuurlijk. Hè? Dat is niet klopt. Dat er nu 95.000 kinderen vastzitten. Er zijn op dit moment, heen. Er zijn op dit moment 95.000 kinderen weg. Op dit moment, nu. Nu wij praten. Weg betekent dat de ouders niet weten waar ze zijn. Weg betekent dat een groot deel van de ouders niet weten waar ze zijn omdat het gezag beëindigd is.
Weg betekent dat ze in gezinshuizen zitten of in overheidsinstellingen. En weg betekent soms ook dat het wel bij gezinnen geplaatst is waarvan de ouders wel weten. En dat er bijvoorbeeld één keer in de maand of één keer in de twee maanden of soms één keer in het half jaar een keer contact is met hun eigen kinderen. Okay, in ieder geval weg betekent in dit geval dat ze niet thuis wonen. Oké, maar in sommige gevallen is dat, want er zijn ook ouders die dat soort hulp zoeken. Die kunnen het zelf niet meer aan. He, dus weg kan ook soms heel gewoon en goed en legaal. Ja, nou ja, ik heb zelf ook ouders meegemaakt die zeiden van joh, ik kan de opvoeding niet aan. Of er zijn nou ja, andere problemen, drugs of drankgerelateerde problemen, agressiviteit in het gezin. Ja, die kinderen moet je natuurlijk gewoon op een veilige setting kunnen zetten. Veiligheid kunnen bieden en een normaal leven kunnen laten leiden. Maar op het moment dat ze uit huis gehaald worden, hebben ze ook geen veilig leven. Nee, want ze gaan de gevangenis in. Nou ja, de jeugdzorg dan. Of, nou ja, ze gaan de gevangenis in. 77% van de kinderen die nu in een jeugdzorginstelling zit, wordt daar misbruikt of mishandeld. Het rapport van Commissie De Winter uit 2019, die ligt daar niet om. Ook daarin is niets veranderd. Nee, ja, dat is inmiddels ook natuurlijk in het kader besproken. Er wordt een onderzoek ingesteld. Uit zoveel onderzoek? Nee, het overheid onderzoek maar. We hebben daar natuurlijk ook de vraag over gehad van de kinderen die eigenlijk justitie niet vertrouwden, omdat er binnen justitie ook nogal wat mis zat. En ouders hebben verzocht om een onafhankelijk onderzoek, maar dat gaat maar niet gebeuren. Nee, maar ja goed, kijk, alles valt natuurlijk onder justitie, hè? De jeugdzorg valt onder justitie, de complete jeugdzorg, de gedwongen jeugdzorg, maar ook de vrijwillige jeugdzorg, niet valt onder justitie. Gezondheid of zo? Nou, dat zou je denken, maar in principe is het zo dat op het moment dat er een baby geboren wordt, dan geef je dat kind aan bij de gemeente en dan valt het inderdaad door het ministerie VWS. Ja, dat is volksgezondheid en welzijn, hè? Klopt. Maar op het moment dat je voor vrijwillig of gedwongen hulp met jeugdzorg te maken krijgt, met veilig thuis, met ieder kind veilig, met de Raad voor de Kinderbescherming, met de William Schrikkengroep, met de pleger des Heils, noem ze allemaal maar op, dan wordt er intern, wordt jouw kind overgeheveld van het ministerie VWS naar het ministerie van Justitie, zonder dat jij dat als ouder weet. In de burgerlijke administratie bedoel je? Ja, gewoon in het systeem, in het ministeriesysteem. Yep. Dat weet jij als ouder niet. Er wordt jou niks verteld, maar het ministerie VWS, vanaf dat moment dat jouw kind is overgeheveld, krijgt het ministerie van Justitie eenmalig een bedrag, dat was toen de tijd al €8.000. Dat zal nu veel meer zijn. En daarna wordt het maandelijks betaald voor een kind. Dus die ministeries die hevelen geld naar elkaar over. Nou, dat loopt echt in de miljarden. Dat loopt echt in de miljarden. Nou, dan moet je bedenken dat als zo'n kind dan ook nog een vorm van autisme heeft, hyperactief is, agressief is, noem maar op, dan krijgt het dus ook nog een PGB. Nou, dat verdwijnt dus in de zakken van al die, ook van diezelfde justitieinstellingen een deel. Maar die doen daar toch ook iets mee? Ze sluiten dus het eten in die gevangenis. Ja. Nou, dat wordt een hele dure grap, dat eten. Want voor sommige kinderen wordt gewoon tussen de 3.000 en de €5.000 per maand betaald. Hey, maar even voor alle duidelijkheid. Er werken daar bij justitie toch ook, zeg maar, psychologen, psychiaters, hulpverleners. Ik bedoel, jij had een organisatie van 55 mensen. Justitie heeft daar toch ook iets voor? Nou, nee. Die kinderen die worden daar niet geholpen. Wat ze op dit moment doen, wat ze toen ook deden, ze laten die kinderen gewoon lekker zitten tot ze 18 zijn. En vanaf hun 18e zijn ze voor de wet volwassen. En dan zetten ze de deur open en dan is het gaan maar. Zonder geld, zonder onderdak, zonder... Die kinderen komen dus gewoon echt op straat. Als ze mazzel hebben, kunnen ze terug naar huis. En als ze pech hebben, komen ze op straat te staan. Er wordt niets geregeld voor ze, helemaal niets. Dus dat meisje van 13, van die vader en moeder die hun zoon eigenlijk niet meer aankonden vanwege drugsgebruik. En dat meisje van 13 is uit school geplukt. Die Klopt. Is in een jeugdzorginstelling, CQ gevangenis, ondergebracht. Klopt. Die blijft daar tot de 18e. Nee, ik heb haar weggehaald daar, dus die is weggegaan. Hoe kon jij haar weghalen? Ze mocht een uurtje per maand op verlof met haar ouders naar de McDonald's. Die zat daar in de buurt. En na dat uur moest ze terugkomen en dan werd ze ook gevisiteerd. Ze moest zich uitkleden, naakt, gevisiteerd. De holters werden geïnspecteerd. Ja, dat gebeurt gewoon bij die kinderen. In verband met smokkelen, drugs. Er zitten natuurlijk in die instelling ook wel gewoon strafrechtelijk. Kinderen die strafrechtelijk zijn. Okay, die worden bij elkaar geplaatst. Dus, gewoon bij elkaar? Gewoon bij elkaar, ja.
Ongelooflijk. Ja, het is sowieso bizar dat kinderen die nooit iemand iets aangedaan hebben of niets verkeerds doen, in een gevangenis terechtkomen. Dat is toch te beestachtig voor woorden natuurlijk. De Poolse rechters. Een meisje van 13 komt ineens uit de klas, uit het gezin, komt ze in een gevangenis en daar komt ze tussen allerlei criminelen in te zitten. Ja, criminelen. Maar goed, ja. Criminelen. Ja. Ja, dat klopt. Dus nou ja, goed, dan komt ze terug en dan wordt ze gevisiteerd. Om die reden wilde ze dus niet meer op verlof, dat 1 euro per maand. Ze wilde niet meer naar de McDonald's. Want ja, ze wilde niet meer gevisiteerd worden. Nou, uiteindelijk hebben we het zover gekregen dat ze toch is gegaan. En toen hebben we haar meegenomen in de auto. En afgevoerd en meegenomen. En uiteindelijk is dat dus goed gekomen. Maar bedenk je dat er op dit moment 3000 kinderen zitten die gewoon tot hun 18e daar blijven zitten. Die gewoon geen schijn van kans maken. Echt geen schijn van kans. Ook niet als de ouders zeggen, we kunnen het weer aan en brengen ze maar terug. Nee. Uithuisplaatsen is uithuisplaatsen. Die ouders moeten aan alles, die moeten allerlei onderzoeken doorlopen en die moeten naar psychiaters. Ik heb zelfs ouders gehad die hadden een zaak gewonnen. Tegen de William Schrikker groep was dat. Binnen 2 weken ging de William Schrikker groep in hoger beroep. Je zou denken, nou, dan ben je blij als William Schrikker groep, of als justitie in dit geval, dat zo'n kind naar huis kan. Nou, niets is minder waard, want ze gingen gewoon in hoger beroep, hoor. Ja, het is kansloos. Ik denk dat, wat zal het zijn? Misschien 3 op de 1000 kinderen naar huis kan. Waarom doet de staat dat? Het is een verdienmodel. Het is geld. Het is verdienen. Het is op deze moment... eigenlijk is het gewoon witwassen. Want hulp krijgen die kinderen niet. Het is witwassen. Hey, maar waar gaat het naartoe dan? Het gaat van VWS naar justitie. Naar justitie. Maar justitie is een organisatie. Maar welk mens wordt er uiteindelijk beter van? Nou ja, we kennen allemaal het tevenbonnetje natuurlijk. Ik denk dat ze dat soort dingen met dat geld doen. Ik heb geen idee wat ze ermee doen. Er gaan echt miljarden in om. Het is echt een industrie. En dan hebben we het ook nog niet eens gehad over die kinderen die echt kwijtraken. Ik bedoel, we hebben het nu 2 keer gehad. De laatste keer 2.500 vluchtelingenkinderen. Die gewoon kwijt zijn. Ze zijn gewoon weg. Het is gewoon, die zijn kwijt. Ja, minderjarige asielzoekers, maar ook gewoon kinderen in jeugdzorginstellingen. Die raken gewoon echt kwijt. Die zijn weg. Nou ja, recent nog 2 TBS'ers, een jaar geleden, 1,5 jaar geleden. Grapperhaus die heeft 2 TBS'ers op proefverlof laten gaan. Die mochten overdag naar buiten en 's avonds naar binnen. En die 2 hebben met z'n 2 in Utrecht kinderen uit een overheidsinstelling gehaald. En daar zijn kinderpornobeelden van geschoten. Het gebeurt allemaal bij justitie. Het is allemaal justitie. Sowieso hoort die hele jeugdzorg niet bij justitie thuis, vind ik. Kinderen die... strafrechtelijk, oké, daar kunnen we over discussiëren. Maar kinderen die autisme hebben en of die niet thuis kunnen wonen, om welke reden dan ook, en waarvoor geen plek is in de GGZ, die moet je niet in een gevangenis stoppen. Dat hoort daar niet gewoon. Dat is echt krom voor woorden. Dus justitie krijgt nu betaald voor 3000 kinderen die eigenlijk gewoon daar niet horen. En ze doen niks, ze zitten alleen maar opgesloten. Zijn er nog meer instellingen zo, als jij toen begonnen bent met Stichting Vrienden van? Die zijn naar mij weten. Ja. Degene die er waren zijn kapot gemaakt. Die zijn kapot geprocedeerd. Ik ben de enige die echt gearresteerd en opgesloten is. Er zijn er een paar waarvan ik weet dat ze ook aangeklaagd zijn voor fraude. Of die kapot gemaakt. En ja, dat is allemaal vervangen door gezinshuizen. Dus het gebeurt wel. Je hebt nu 4, 5 kinderen in een gezinshuis. Maar wat is dat, een gezinshuis? Hoe gaat het daar? Gezinshuis, een soort pleegzorg. Het zijn kinderen die... Die opgevangen worden in een setting, in een woning, zeg maar, met een vader en een pleegvader en een pleegmoeder. En daar gaan heel veel kinderen met autisme en gedragsproblemen, die gaan nu daar naartoe. Ja, ik heb toevallig iemand in Turkije, die had een gezinshuis en die kocht daar een vrijstaande villa. Dus dat doen ze met het geld. Het wordt niet... Ja, ja. Als je zo'n gezinshuis begint, dan krijg je heel veel geld voor de kinderen. Nou ja, als je 5 kinderen hebt met een gedragsprobleem, krijg je 25.000 euro per maand. Oké. Okay. Dus ja. Maar goed. Kreeg jij dat ook toen je met Stichting Vrienden van... Nee. Toen de tijd was gewoon... 150 kinderen, heb ik begrepen. Ja, ik had een hele hoop kinderen die gewoon 1 keer in de week of 1 keer in de 2 weken mee gingen logeren. Op Centerparks was dat. Dat gebeurt gewoon nog steeds. En ik had ook een aantal kinderen in de crisisopvang. En de kinderen in de crisisopvang, daar waren er 3 van permanent. En de rest was eigenlijk verloop. Dat was echt of crisis 3 maanden of een week of tot
En voor die kinderen kreeg ik 2.500 euro per maand voor 24 uur zorg. En dan praat je ook over kinderen met gedragsproblemen. Er werden ook kinderen bij mij geplaatst vanuit een instelling, vanuit de hoendeloogroep bijvoorbeeld. En dan moest daar nog een persoonsgebonden budget voor worden aangevraagd. Ja, dat kon zomaar 3-4 maanden duren. En al die tijd moest je die kinderen natuurlijk wel gewoon te eten geven. Ze moesten naar school, sommigen zaten op voetbal, of ze moesten een fiets om naar school te gaan. Maar dat was vet, vet, vet onderbetaald. Jij had veel meer kinderen dan waar je budget voor had. Klopt. Klopt. Je werd er niet rijk van, zeg maar. Nee, nou, sterker nog, dat is nadat ik gearresteerd ben, is natuurlijk onderzoek gedaan. Waarom werd je gearresteerd? Ik ben gearresteerd omdat ik fraude zou hebben gepleegd met de persoonsgebonden budgetten. Dat is ook zo, zwart-wit gezien is dat zo. Ik heb inderdaad budgetten gebruikt van kinderen om andere kinderen te helpen. Nou, dat mag niet. Ik bedoel, dat is wettelijk verboden. Alleen, ik heb dat nooit zelf bedacht. Ik heb dat altijd overlegd met het zorgkantoor. Het zorgkantoor gaat natuurlijk over de budgetten. En bij elk kind wat te veel budget had en wat ik ging factureren, vroeg ik hun om toestemming. En dat werd dan gewoon besproken en daar kreeg ik ook toestemming voor. Helaas, pindakaas voor mij, mochten die mensen van het zorgkantoor tijdens mijn rechtszaak niet, getuigen. Dus ja, die wilden dat wel, maar die mochten dat niet. Sterker nog, ze hebben vorig jaar nog een verklaring afgelegd. Dat was de manager van het zorgkantoor toen de tijd. En in plaats van getuigen kreeg hij een spreekverbod. Dus dat mocht niet. Waarom dan? Nou ja, hetzelfde is gebeurd met de voogden van bureau jeugdzorg. Hun kinderen had ik zitten. Ik had 3 van de kinderen, 1 uit Amsterdam en 2 uit Zaandam. Alle 3 die voogden mochten ook niet getuigen tijdens mijn rechtszaak. Terwijl die voogden gezegd hebben van joh, je hebt voor de 1 500 euro over. Gebruik dat vast voor de ander, voor het andere kind. Totdat dat PGB rond is, zeg maar. Ja. Nou ja, dat heb ik dus gedaan. En dan, dat mag niet van justitie. Je mag wel hun kinderen opvangen en te eten geven. Maar waarvan je ze dan eten moet geven, ja, dat is nog steeds een raadsel. Doen die andere instellingen dat dan? Doen die dezelfde soort dingen? Ja, ik kan voor hun niet spreken natuurlijk. Nee. Maar ik weet... Kijk, ik was eigenlijk de enige instelling voor zover ik weet... die zelf een kind had, en ook nog een dochter, die zelf een kind had met zulke ernstige gedragsproblemen. De rest was eigenlijk gewoon snel rijk worden, en dat is nog steeds zo. Ik bedoel, de officier van justitie viel erover dat ik snoepreisjes maakte met de kinderen. Ik ging 1 keer per jaar met de kinderen naar Euro Disney. Ook daar had ik toestemming voor, hè. Ik bedoel, ook dat bedenk je niet zelf. Nee, niet zo naar je voet, netjes toestemming voor en dan ging het niet. Ja, dat ging om 2 dagen. En die noemden dat snoepreisjes. Nou, geloof me, hier, in die 2 dagen sliep niemand voor ons. Maar ze gaan tegenwoordig nog steeds naar Cambodja en Suriname met die kinderen 2-3 weken. En dat mag wel. En dan gaan ze, het staat echt gewoon, ik kan je de link sturen, het staat gewoon op internet. Ze gaan de kampen van de Rode Khmer bezoeken in Cambodja. Vanuit het PGB, hè? Ongelooflijk. Ja, het is waarom, zo dood. Waarom kregen ze zo de pik op jou, als ik het zo mag zeggen, Yvonne? Ik trok allereerst aan de bel in verband met Donner en Rauwvoet en de gesloten instellingen. Ja? Daarna trok ik aan de bel, omdat ik kreeg steeds meer kinderen uit overheidsinstellingen of uit de jeugdgevangenis. En er was gewoon steeds geen geld voor. Of ik, er werd ook gewoon gezegd, ja, het is op. Nou, toen ben ik ik leg me daar niet bij neer. Ik ben gaan zoeken, ik ben gespit, ik ben gaan... Uiteindelijk bleek er dus 70 miljard kwijt, nog steeds trouwens, in de AWBZ. Ja, als je 70 miljard kwijtraakt in de AWBZ, ja, dan ben je snel failliet natuurlijk. Nou, ja. Daar is een van de andere klokkenluidsters is daar nu mee bezig, Hester Buys. Die heeft net het boek geschreven, Worst Bank Scenario. En er wordt nu uitgezocht, naar alle waarschijnlijkheid is die 70 miljard verdwenen om de ING-bank te redden toen de tijd. En ik ben ook de enige die al jarenlang zeurt om die 70 miljard. Nou, ik trok bij alle bewindslieden toen de tijd, ook in het nieuwe kabinet Rutte, aan de bel. Ze kregen allemaal een klokkenluidersbrief, persoonlijk, waarin stond waar ik tegenaan liep, wat ik meemaakte met de kinderen, de verhalen waar de kinderen mee kwamen, het misbruik, het mishandelen, het van... Die heb jij zelf van kinderen gehoord? Dat soort verhalen? Ja, dat. Maar ook, ik had natuurlijk 52 werknemers. En daar zat ook een kinderpsychiater bij. Daar zat een orthopedagoge bij. Daar zat een logeerweekend. Die zagen dingen, die hoorden dingen. Die
signaleren. We kregen kinderen uit een overheidsinstelling, maar echt, die konden gewoon naar huis. Er was gewoon niks mis mee. Nou ja, voor de vorm ging je dan nog met die ouders en liet je zo'n kind een keer een dagje en dan een weekend. En uiteindelijk binnen 3 maanden wonen ze thuis. En dat ging echt perfect gewoon. Er was gewoon niks mis met die gezinnen. Helemaal niets gewoon. En dat trok ik dus over aan de bel. Plus, steeds meer ouders kwamen naar ons toe. Vanuit het hele land. Echt vanuit het hele land. Dus ja, dat kostte uiteindelijk, snee ik natuurlijk in de financiën van VWS en Justitie. Dat is eigenlijk gewoon het verhaal. Ik lag dwars. Ik liet me horen. Ik nam het op voor die kinderen. En dat werd me niet te dank afgenomen. Nee, maar je bracht ook misstanden aan het licht natuurlijk. Ja. Ja. Per ongeluk kwam ik erachter dat No Kidding. No Kidding was ik moet het goed vertellen. Het was eerst Pajaida. Het was een secte, Pajaida. Pajaida was die is afgestampt van de Scientology. En op een gegeven moment, zo vanuit het niets, was daar No Kidding. En No Kidding hield zich bezig met het mensen bewust maken van het feit dat kindermishandeling bestaat. Meer deden ze ook niet, bewust maken. En daarvoor haalden ze geld op, vroegen ze subsidies aan. En wat ze deden was een beetje reclame en van die Abi-bushokjes troep. En dat was het. Maar intussen kregen ze subsidie bij de verleden van VWS. Nou, dat heb ik ook gemeld. En uiteindelijk helemaal gespitten. Uiteindelijk bleek daar dus die paai achter te zitten. Die secte. Zelfde bestuursleden zaten erin. Er was een baby doodgemarseerd. Dat is door de officier van justitie in Amsterdam, de hoofdofficier van justitie in Amsterdam, onder de pet gehouden. Het is nooit wat meegedaan. Jaap Jongbloed heeft daar ooit een uitzending van gemaakt. Maar dat kwam toen allemaal weer boven toen ik ging spitten naar dat No Kidding. Nou, uiteindelijk, No Kidding die ontkende dat ze subsidie kregen van het ministerie VWS. Nou ja, niet dus. We zijn gespit en ze reden allemaal in een Mercedes Cabrio. En wat bleek nou, er gingen gewoon miljoenen naartoe elk jaar. Ze hadden ook nog allemaal agrarische groen bedrijfjes op hun naam. Kregen ook allemaal subsidie. Het was niet tekort, echt niet. En ondertussen zat ik met kinderen voor wie ik geen geld kreeg. Het ging echt nergens op. Je had kinderen waar je geen geld voor kreeg. En No Kidding waarschuwde voor misbruik en voor mishandeling. En daar kregen ze geld voor waar ze zelf dure auto's van gingen rijden. Ja. Dat klopt. Hey, maar dan is dus, dan zitten er daar bij de overheid ook mensen die daarvan weten of die dat toeschuiven of zo, toch? Nou ja, ze weten het. Kijk, weet je wat het is? Als je het gaat googelen wat ik allemaal vertel, de kranten staan er vol van. Hè? Ik bedoel, als je alles wat ik vertel, kun je gewoon googelen, kun je ook gewoon vinden op internet. Dat is allemaal terug te herleiden. En inderdaad waren er een paar mensen die hun kop hebben uit of hun nek hebben uitgestoken toen de tijd. Dat was Wierd Duk, die zat toen nog bij de Elsevier, dus in de Telegraaf. Die heeft op een gegeven moment mij benaderd en gezegd van, goh, van, ik werd inmiddels trouwens ook bedreigd, geïntimideerd. Ik kreeg telefoontjes als je dochtertje fietst net langs, die is over 5 minuten thuis. Het raam ging eraan van mijn zoon's slaapkamer, dat soort dingen allemaal. En Wierd die belde. Daar heb je geen mee te maken, bedreigingen. Ja, bedreigingen, intimidatie, ja. En Wierd belde en die zei van, joh, weet je, zal ik dat onderzoek overnemen? Want ik vind het wel een interessante zaak. Nou, dat heeft hij gedaan. Wierd is ook helemaal kapot geprocedeerd. Echt helemaal kapot geprocedeerd. En uiteindelijk Willy Dillen van de PVV. Die heeft ook Kamervragen gesteld over No Kidding. Nou, er kwam eerst gewoon een uitstel van antwoord op. En de Kamer gaf gewoon geen antwoord. En later hebben ze wel antwoord gegeven. Maar het, nou, het, als je die antwoorden leest, dan snapt iedere boer wel dat niet deugt. Nou, en uiteindelijk is Willy natuurlijk, die heeft zelfmoord gepleegd, zeggen ze. Of het waar is, zullen we nooit weten, maar dat is wat ze zeggen. Ja, daar insinueer je een beetje mee dat ook nog wel eens. Nou ja, weet je, Willy was een vrolijke, enthousiaste, lieve vrouw. Die heel erg gevoel voor rechtvaardigheid had. Daar kun je wat van zeggen als je bij de BVV zit natuurlijk, maar was niet depressief. Ja. Nou ja, goed, ze was niet depressief. Het blijft verbazingwekkend dat zij zelfmoord heeft gepleegd. Ja. Nee, ik heb daar mijn twijfels bij, ja. Je krijgt het gevoel dat je vinger ergens achter hebt wat iets heel groots is en wat niemand mag weten. Nou ja, ik weet niet of je mijn tweede boek gelezen, Karaktermoord op de Klokkenluider. Is dat gratis online? Ja, weet je, er wordt natuurlijk een heleboel aangekaart waarmee je elke keer kom je ook weer bij justitie terecht. Hè?
Ik bedoel, aangiftes van ouders doen aangifte van hun kind wat ontvoerd is door de staat. Die aangiftes worden niet opgenomen. Nou ja, alleen de koekoek, degene die het op moeten nemen, die krijgen ook betaald door justitie. Weet je, dat hele systeem deugt gewoon niet. En dat is heel veel netwerkcorruptie ook. Je bent kansloos in de jeugdzorg. Ik adviseer ouders. Vroeger adviseerde ik ouders van, joh, weet je, kom op, we gaan het gesprek met ze aan. We nodigen ze uit voor een gesprek. Dan stond ik die ouders bij. Tegenwoordig zeg ik tegen ouders, als ze me benaderen, joh, pak je koffers en verdwijn. Ga die EU uit, als de zoon niet rij. Als je je kind wil houden, vertrek. Want ouders benaderen jou nog steeds. Ja. En dan zeg jij, beter weg, want je wordt in Nederland niet goed behandeld. Het ligt er een beetje aan in welke fase ze zitten, zeg maar. Kijk, als er net een melding is gedaan, dan hoef je niet meteen weg te rennen. Dan probeer ik hulp voor ze te zoeken in Nederland. Die ze kunnen begeleiden bij zo'n gesprek. Of, nou ja, goed. Henriette en Akkart deed natuurlijk ook heel veel op dat gebied. Maar ja, ik zit nu hier en Henriette die zit thuis. Dus ja, er is niet heel veel hulp meer voor die mensen. Jullie zijn, dus ja, je kan ze allemaal, jullie zijn echt allemaal koud gesteld. Om dat maar eens ja. Nederlands te zeggen. Nee. Ja, nou ja. Ja. Hé, hey, maar er zijn natuurlijk rechtszaken geweest. Jij bent voor de rechter geweest. Hoe is dat afgegaan? Ja. Ik ben veroordeeld. Ik heb eerst een half jaar in voorarrest gezeten. Toen hebben ze me vrijgelaten. En het was zelfs zo dat mijn advocaten toen de tijd zeiden van ja joh, ook tegen mijn kinderen. Ja, niks aan de hand. Je wordt gewoon vrijgesproken. En er waren zoveel fouten gemaakt. En nou ja, goed. Uiteindelijk ben ik weer, was de inhoudelijke behandeling van de zaak. En tijdens de uitspraak, of na de uitspraak, ben ik direct in het gerechtsgebouw weer gearresteerd. En dan heb ik weer 6 maanden opgesloten gezeten. Ik kreeg van de rechter 20 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. Dus ik heb op de kop af 364 dagen gezeten. En ik kwam 2 maanden eerder vrij wegens goed gedrag. Ik had geen vakverbod. Ik mocht alleen administratie niet meer doen. Maar die deed ik al nooit zelf, dus dat was ook geen straf. Ja, had je een boek aangeboden? Blijkt me mijn bek niet open. Ja, nee, dat boek ik wel, daar zit ik hier voor. Ja, die boekhouder, ja. Ja, geweldige man, echt waar. Als je de boel wil besodemieten, moet je hem nemen. Dan raad ik iedereen aan. Daar moet ergens de oorzaak van toch liggen, want op een of andere manier hebben ze iets gevonden waarop ze jou kunnen veroordelen. Nee, de boekhouder is, dat staat ook in zijn verklaring, hè. De boekhouder is naar de field gegaan. Het was zo dat ik had een vernoot, een korte tijd een vernoot, en die stopte er na 5 maanden al mee, want die trok het huis en het werkt niet en bla bla bla. Dus die ging. Ik ben op vakantie gegaan en tijdens mijn vakantie hoorde ik, was in de zomer, dat mijn boekhouder, de boekhouder is geworden van mijn ex-vernoot. Dus die ex-vernoot die was zelf begonnen. Het is precies hetzelfde. Had ik allemaal klanten benaderd, iedereen benaderd. Dus ik ben teruggekomen van vakantie. En ik heb die boekhouder uitgenodigd op kantoor. Ik heb gezegd, nou Rob, ik zeg, dit kan niet. Ik bedoel, dit is, hoe noem je dat? Dit gaat gewoon niet wat je doet. Dus nou, lang verhaal kort, ik heb hem eruit gegooid. Want hij ging dan toch voor die ex-vernoot. En ik heb een goede boekhouder, maar echt een goede. Want Rob bleek dus achteraf ook geen diploma's te hebben. Ja, dat kun je me verwijten. Maar ik kwam natuurlijk niet uit die wereld. Hè. Ik kreeg een zoon en ik ben erin gerold. Ik heb helemaal nooit bedacht... Ja, hij stelde zich voor als boekhouder en naar die klant en die klant. En ik ben er gewoon echt ingetuind. Maar goed, Rob is dus vertrokken. Er is een nieuwe boekhouder gekomen. Een, hoe noem je dat? Een A-boekhouder, hè? Dus echt een goeie. En alles overgedragen, dachten we. En uiteindelijk zei die nieuwe boekhouder van ik mis nog zoveel stukken gewoon. Dus nou, die oude boekhouder weer gebeld. Advocaat erop gezet. Om aansprakelijk gesteld voor alle... ellende die voort zou komen uit het niet teruggeven van mijn administratie. Maar nee hoor, hij hield vol, hij had alles teruggegeven en nou ja, bladibladibla. Uiteindelijk ben ik gearresteerd, want ik had gefraudeerd. En de Fiat en de inspectie ISZW, die deden een boekonderzoek. Nou, wat bleek? Intussen kopte de kranten al dat ik had voor miljoenen gefraudeerd en toen ineens werd het 7 ton. En nu is het nog 3,5 ton. En daar is ook niks van over, dus ze waren eigenlijk niks. Hey, er waren bij die kranten. Eerst was het een miljoen, toen zei ik nou, kom, nu is er nog maar 3,5 ton erover. Waarvan over? Dat is een vordering, hè? Klopt, klopt. Ja, dat klopt. Er is, ik ben uiteindelijk veroordeeld voor 3,5 ton, iets minder. En wat blijkt nou?
die boekhouder, die heeft dus, waar we het eerder over hadden, die heeft dus al die tijd volgehouden dat hij alles had ingeleverd. Maar een week na mijn arrestatie is de Fiat zijn kantoor binnengevallen. En die hebben daar nog van alles weggesleept. Van Stichting Vrienden van Tom. Van, ze hebben dat gelukkig ook gedocumenteerd. In documenten heb ik. Tot privé administratie. Ja. Dat is apart bij het Openbaar Ministerie. Dat is dus niet meegenomen in het boekonderzoek van de Fiat en ISZW. En laat dat nou precies die 3,5 ton zijn. Okay. Dus eigenlijk is er is 0 euro weg. Dus wat is er vervolgens gebeurd? Henriette Nakat heeft een herzieningsverzoek ingediend voor mij bij de Hoge Raad. Maar die willen daar niet aan. Dus het is ambtshalve afgewezen. Dus inhoudelijk niet op de nieuwe novums ingegaan. Er zijn 6 nieuwe novums dus niet op ingegaan. Het is zo afgewezen. Ja, dan rest er niets anders dan het, opnieuw het ICC natuurlijk. Dus het ligt nu vanaf november 2021 ligt mijn zaak bij het ICC. 2021, ja. Dus we hebben keurig een ontvangstbevestiging. Maar inhoudelijk is er nog niets behandeld. En daarin hebben we de staat Nederland aangeklaagd. Maar het zou dus kunnen dat daar uiteindelijk een beslissing uitrolt van je hebt niks te betalen. Ja, zwart op wit gezien, als je mijn herzieningsverzoek leest, daar staat het allemaal onderbouwd met feiten. Met nou ja, de mensen die toen niet mochten getuigen, hebben allemaal alsnog verklaringen afgelegd. Ja, er is niks weg, er is niets weg gewoon. Helemaal niets. Ik heb het, gezien. En ik zal het als een link plaatsen bij deze uitzending. Dat is goed. Dus ik heb zelf 2 miljoen aan zorg verleend. Met mijn team van 52 medewerkers. Wat nooit betaald is. Aan kinderen die geen geld hadden. En, nou ja, in die tussentijd, ik ben tot 2015 vrijgekomen. Had geen vakverbod. Maar in de tussentijd heeft het Openbaar Ministerie mijn huis geveild. Allebei mijn bedrijven offline gehaald. Persoonlijk failliet verklaard. En was ik kansloos in Nederland. Ik bedoel, dan zou ik met mijn kinderen onder de brug terechtkomen. En nou, iedereen weet dan wat er met die kinderen dan weer gebeurt. Die waren allemaal onder de 18. Dus ja, die hadden dan ook die gesloten jeugdzorg ingegaan. Dus om die reden heb ik het land verlaten. Maar dat was toen de tijd, werd ik niet gezocht. Hè. Er liep geen Schengen-arrestatiebevel tegen me. Pas in 2018 of 2019 staat op die brief die ik je gestuurd heb. Van de politie. Ja. Is er, omdat ik die 3,5 ton dus niet betaal, ook niet kan betalen trouwens, is er een Schengen-arrestatiebevel afgegeven. En moet ik 540 dagen gevangenisstraf, moet ik nog binnen zitten, voor die 3,5 ton. En die 3,5 ton is een schuldvordering of een boete? Dat is de 3,5 ton die bij de boekhouder is, in beslag is genomen. Okay. Niet mee zijn genomen in het onderzoek van de Fiat en ISZW. Oké. Nou ja, laten we ook maar bidden dat dat nog goed komt. Dus het duurt wel heel lang al, 2021, maar ambtelijke molens malen nu eenmaal heel langzaam. En in de coronatijd zijn ook de niet-essentiële ambtenaren ook naar huis gestuurd, dus misschien zijn er dan ook thuis blijven zitten. Maar hoe staat het intussen met al die kinderen waar jij voor zorgt? Hè? Nou ja, die kinderen zijn allemaal zonder zorg komen te zitten. Een gedeelte van de ouders is aangeklaagd. Een gedeelte van de ouders heeft ook gezegd, die waren bang, die zijn ook bang gemaakt. En die hadden zoiets van, nou weet je, ik ga wel akkoord ermee. Dus die hebben een taakstraf gehad. En een gedeelte van de ouders is doorblijven. Er zijn er zelfs die nog steeds aan het vechten zijn. Met sommigen heb ik wel contact. En een gedeelte van de ouders is gewoon vrijgesproken. Want die hadden gewoon zoiets van, ja, Loris heeft het allemaal afgelegd met zorgkantoor. Die zijn akkoord gegaan, dus ga daar maar lekker geld halen. Maar waarvoor kregen die ouders dan een taakstraf? Of een straf, hoe dan ook? Omdat het overschot van PGB van hun kinderen gefactureerd is voor de crisisopvang in overleg met het zorgkantoor, die dus niet mocht getuigen. Het is echt een wirwar van, van fouten en bewuste en onbewuste. Nou, ik weet niet of het onbewust is. Ik bedoel, op het moment dat ik gearresteerd werd, er waren een man met een fototoestel en nog een man. Die stonden aan de overkant in de straat. En toen moest het arrestatieteam nog komen. En dat bleek achteraf verslaggevers van zowel de Telegraaf als de NOS te zijn. Die waren er nog eerder dan het team wat me kwam arresteren. Dus of het onbewust is gegaan. Hey, je werd beschouwd als een zware misdadiger dan. Met een heel arrestatieteam. Ja. Nog steeds natuurlijk. En er kwam echt een zwart team binnen. 35 man, zwaar bewapend, kogelvrije vesten aan. Een hulpofficier van justitie, een hulprechter. Straat,
geblinden. Nou ja, ik denk dat ze aan het oefenen waren of zo. Ik denk dat ze Holleden wilden arresteren. En dat ze hebben geoefend op mij. Dat ging echt nergens over. Maar dat is met dat Schengen-arrestatiebevel natuurlijk net zo. Ik heb niemand vermoord, hè. Ik bedoel, de staat krijgt volgens hun 300, weet ik veel, iets meer dan 3 ton van me. En daar geef je dan een Schengen-arrestatiebevel voor af. Terwijl ik weet nog, tijdens mijn proces, was ook het proces van Joep van der Nieuwenhuizen. En die heeft samen met de Rotterdamse politiek echt de boel voor miljoenen echt opgelicht. En die was klaar met zijn zitting. Was een dag voor mij trouwens. Dat was 19 juli 2014. En die man die werd gefilmd. En die stapt in zijn Bentley en die rijdt weg. En die zegt nog voordat hij wegrijdt. Ja, maar ja, goed. Ik ga nu naar de in hoger beroep. En daarna ga ik in cassatie. En daarna ga ik naar de Hoge Raad. En daarna, hij zegt tegen die tijd dat het allemaal geweest is, ben ik hartstikke dood. Nou, en die heeft dus echt voor miljoenen gefraudeerd. En ik zit hier voor 3 ton die ik niet heb. Jij hebt niet gefraudeerd, dan ga je zeg maar, met de hand op je hart verklaren, je hebt niet gefraudeerd. Nou ja, kijk, wat Henriette Nakat in het herzieningsverzoek stelt, is natuurlijk ook wel een dingetje. Want het is verboden in Nederland om minderjarigen aan hun lot over te laten. Schade toe te doen door ze niet te voeden, niet te kleden, niet naar school te laten gaan. Dus het alternatief, als ik dat geld van die andere kinderen niet gebruikt had, was dus die kinderen verwaarlozen. Nee, maar ik bedoel, je hebt het niet voor jezelf gebruikt. Nee. Voor je kinderen gebruikt. Je hebt geen geweten. Kijk, ze hebben nog doen overkomen in de media alsof ik een luxe leven leidde. Ik zou inderdaad gaan trouwen, maar in Koesadassi. Nou, voor die 320.000 koop je half Turkije toen de tijd, weet je. Dat ging echt nergens. Dat was een jaar gepland. En ook mijn auto. Ik had een Jeep. Een Jeep. Maar die auto was 13 jaar oud. En de Telegraaf heeft het doen overkomen alsof ik in een vette slee reed. En dat ding was gewoon afgeschreven, was 13 jaar oud. Diezelfde boekhouder zei tegen me van, met dat geld wat er binnenkomt bij de stichting, kun je makkelijk een Audi leasen. Nou, Rob, ik wil geen Audi. Ik zeg, wat voor het geld wat ik voor die Audi lease betaal, kan ik 4 kinderen helpen? Ik heb nooit, nee. Waarom? Ja, als ik het zo, als we zo met elkaar het hebben gaan bespreken en de mensen dat wel horen, dan kun je toch eigenlijk niet anders dan concluderen dat je de vinger achter iets hebt gekregen waar ze erg bang voor zijn. Ik verstond je, het laatste verstond ik niet zo. Dat jij ergens de vinger achter hebt gekregen waar justitie erg bang voor is. Dat is het ook, maar dat zegt iedereen ook tegen me. Ik heb echt wel andere klokkenluiders gesproken, hè? Maar ook pittige advocaten wel. En allemaal hebben ze zoiets van, iedereen die het leest, en gewoon de feiten, hè? Niet eens mijn verhaal, maar gewoon alleen de stukken leest, die heeft ook zoiets van, nou, er klopt echt helemaal niets van. Maar ja, ik denk dat ze met het Schengen-arrestatiebevel, kun je 2 kanten op. Je kan er aan voor zorgen dat ik nooit meer terugkom en mijn mond hou. Of je kan gewoon proberen de boel bang te maken. En ik denk dat 2 kanten op werkt. Ik weet wel dat wat het ook is, dat er van de rule of law in Nederland gewoon heel weinig over is. Die is er niet meer. Ik hoor het niet. Het is niet eens alleen mijn zaak. Ik hoor het ook van andere mensen. Weet je, een schijnproces, geen eerlijk proces. Ik was al veroordeeld voordat ik gearresteerd werd. Ik was kansloos, echt kansloos. En dat frustreert heel erg. Had je dat ooit zien aankomen hiervoor? Nee. Je was toch alleen maar goed bezig voor ja, ik heb het ook echt niet aanzien komen. Ik heb het echt niemand. Zelfs de advocaten na die half jaar die ik in voorarrest hadden ze iets voor, er is niks aan de hand, je wordt gewoon vrijgesproken. Er is niks, ze hebben niks. In feite is er ook niks dus. Ze hebben ook echt niks. Ja, oké, die rechter zei van, ik heb nog tegen die rechter gezegd, zeg luister, ik heb altijd toestemming gevraagd. Zowel het zorgkantoor als aan de voogd. Hoe komt het dat die niet hier naast me zitten? Ja, zegt hij, maar ja, weet je, u heeft het uitgevoerd. Nou, klaar. Dus ik had 2 alternatieven. Of ik ging het uitvoeren en ik ging inderdaad PGB's van andere kinderen gebruiken, met toestemming. Of ik liet die kinderen aan hun lot over. Nou, daar staat geloof ik een gevangenisstraf op van 20 jaar. Minderjarigen gaan hun kinderen aan hun lot overlaten. Ja. Er waren geen alternatieven. Ik bedoel, ze konden nergens terecht, daarom kwamen ze bij mij. Ja, maar goed, zo'n rechter zou dat moeten begrijpen en justitie zou dat moeten weten. En dat zou op een normale manier afgehandeld moeten worden. Dat is allemaal niet gebeurd. Jij moest monddood gemaakt worden. Ah ja, ik was natuurlijk vervelend in de zaak No Kidding. Ik was vervelend in de zaak van de gesloten jeugdzorg.
ik trok aan de bel over de kinderen die bij mij geplaatst werden, waarvoor waar geen geld voor was. Ik was natuurlijk strontvervelend voor ze. En over kinderen die misbruikt werden, laten we dat niet vergeten. Mishandeld, misbruikt, nog steeds. Hè? Ik krijg nog steeds ouders, mails van ouders van kinderen die... Misbruik in de jeugdzorg, hè? Dus. Ja. Ja. En om nog niet te vergeten de kinderen die gewoon kwijt zijn. Ook die nog. Ja, dat is ongelooflijk hoor. Want soms dan heb je een artikel in de krant en dan is er één kind ergens kwijt. En dan gaat half Nederland zoeken en we leven met z'n allen mee. Precies. Ik zie het op Facebook wel eens en dan wordt er een foto geplaatst door de politie van een kind wat uit een instelling is weggelopen. En het enige wat ik denk is, ik hoop dat die heel ver wegloopt en nooit meer terugkomt. Die kinderen lopen niet voor niks weg. Hè? Bij mij is er nog nooit één weggelopen. Bij mij is er nog nooit één uitgevallen. Er is er nog nooit één teruggegaan. Dus de jeugdzorg in of de gesloten jeugdzorg in. Ik heb meer dan 1000 kinderen geholpen. Hè? En niet één is er uitgevallen. Niet één. Waarmee ik wil zeggen... dat ik denk dat meer dan 80, misschien wel meer dan 90% van de kinderen die nu in de gesloten jeugdzorg of in de gezinshuis zitten, gewoon naar huis gaan. En als je daar goede hulp op zet, dan redden die kinderen het prima thuis worden, die ouders ook. Maar ja, dan is het geld weg, hè? Dan hebben ze geen 6 miljard meer. Ja, een onthutsend verhaal, waarbij ik gewoon een paar dingen zie van, aan de ene kant gaat er een heleboel geld om, en je hebt het over miljarden. En die miljarden verdwijnen ergens, die worden sowieso overgegeven van VNW naar justitie, maar binnen justitie verdwijnt het op een ondoorzichtige manier. Vroeger werden kinderen in een gevangenis gestopt en nu niet meer, want er hangt de jeugdzorg op, maar het regime is ongeveer hetzelfde. Er wordt eigenlijk niet echt voor ze gezorgd, behalve misschien in een paar uitzonderingen. En er is sprake van misbruik in de jeugdzorg waar je helemaal geen vinger achter krijgt. Je hebt het rapport Samson uit 2014, die sprak daar al over. En rapport De Winter natuurlijk 2019. En GroenLinks vraagt nu weer om een onderzoek naar de jeugdzorg. Ja, weet je, elke 5 jaar een nieuw onderzoek. En elke 5 jaar wordt het eigenlijk alleen maar erger. En al die onderzoeken, die kosten alleen maar geld. Weet je, ik wil helemaal niet arrogant zijn of arrogant doen, maar ik heb genoeg gezien en meegemaakt. Zet mij in Nederland neer, laat mij de jeugdzorg doen. Geloof me. Ik denk dat nogmaals, meer dan 90% van de kinderen gewoon lekker naar huis kan. En gewoon lekker thuis kan opgroeien. Sommige gezinnen hebben echt wel hulp nodig hoor. Ik bedoel, ik zeg niet dat allemaal dat ze allemaal onterecht uit huis zijn, maar een hoop. Het gros van de kinderen kan gewoon naar huis. Al dan niet met ondersteuning. Ik ken zelf ook mensen. Een vriendin van me die ook bezig is met een kind. Wat best heel lastig onderdreven is. Wat eigenlijk nergens terecht kan. Waar ze stad en land mee afloopt. En dat dan eerst... Laat maar komen. Hè? Laat ze maar komen. Ik ben in 2016 heb ik online... Na 2015 was dat. Toen zat ik net in Turkije. Heb ik online Turkije time-out opgericht. Puur om een signaal af te geven. Kwamen vragen door Nina Kooi aan Martin van Rijn toen de tijd nog. Want dat kon toch niet. Die Brinkerik die maar in Turkije kinderen op ging vangen. Ik heb het toch niet gedaan hoor. Want ik was er helemaal niet toe. Kwam net uit de gevangenis. Maar het was eigenlijk meer zo. Even een steek onder water zo van. Luister, ik ben er nog. Maar er kwamen direct vragen. Nou, ik heb natuurlijk 2016 de Partij voor de Kinderbelangen opgericht vanaf een strand met gratis wifi, terwijl ik zelf dakloos was en tussen de Syriërs lag. Ik lach erom, maar het is niet leuk. Het was echt niet leuk. Maar ja, daar heb ik natuurlijk ook een statement mee afgegeven, 2017, om meegedaan aan de landelijke verkiezingen. Ik wist dat ik kansloos was, maar ik had wel zoiets van, hey, jullie weten in ieder geval dat ik er nog ben. En ik moet zeggen, dat wordt steeds moeilijker. De energie opbrengen om dat soort dingen te doen, dat wordt steeds pittiger. Ja, maar je doet het niet voor jezelf. Ja, misschien ook een beetje voor jezelf. Maar ook voor al die kinderen waar je diepgaand ongerust over maakt. Kinderen zoals jouw zoon. En kinderen die, die in een jeugdinstelling verdwijnen waar ze alle rechten verliezen. Waar ze eigenlijk niet meer uit kunnen komen. En ook kinderen die misbruikt worden. Wat me het meeste zorgen baart is dat in al die jaren... dat al die ouders, maar ook mensen zoals ik, mensen zoals Harriet, aan de bel zijn blijven trekken en een signaal af hebben gegeven, dat er geen enkele toereiking is vanuit de politiek. Van joh, weet je, we gaan eens naar ze luisteren, of we gaan eens met ze in gesprek, of we gaan eens dingen anders doen. Sterker nog, het wordt alleen maar erger.
Het is nu zelfs zo dat zwangere vrouwen in Nederland direct staatsbemoeienis krijgen. Komt al direct iemand vanuit GERVEC. GERVEC wordt uitgerold. Dat betekent dat elke zwangere vrouw in Nederland... Wat wordt er uitgerold? GERVEC. Wat is dat? GERVEC. GERVEC, dat is getting it right for every child. Dat houdt in dat... dat als je als zwangere vrouw nu al iemand van de jeugdzorg op bezoek krijgt, om te kijken of je huis wel schoon is en of je het allemaal wel trekt en of je wel een stabiel gezin hebt. En nou ja, wat je natuurlijk steeds vaker ziet is de uitbuikplaatsingen. Dus jeugdzorg komt thuis, het bevalt ze niet en je bent gewoon je kind kwijt. Die ouders raken onder de kinderen onder de 4 jaar, raken de ouders binnen 3 maanden het gezag van kwijt. Nou, dag kind. Dat zijn alle wel ouders die op een of andere manier in de picture zijn, toch? Ouders. Alle ouders hebben vanaf juli 2022 staatstoezicht. Iedere vrouw die zwanger is. Mijn dochter is nu zwanger, die heeft nooit met justitie of wat dan ook te maken gehad. Die staat op staatstoezicht. Ja, nee, die krijgt straks een telefoontje vanaf de jeugdzorg. Of misschien dat de kraamhulp het zelf wil doen, dat die integreert het erin. En dan wordt er gekeken inderdaad of het schoon is thuis, of ze de honden wil uitlaten, of ze, nou ja, of ze überhaupt het kind wel op kan voeden volgens hun maatstaven. Dat controleert de overheid. Ja. Getting it right for every child, zoek het maar op. GERVEC. Ik ga dat zeker opzoeken. Ik heb nog nooit van gehoord. Maar dit vind ik helemaal shocking. Dat geldt dus voor kind in Nederland. Ja. Plus, wat ik net al zei, wat ook wel shocking is, is dat als jij als jeugdzorg vindt dat jij niet capabel bent om je baby of je peuter op te voeden, en het wordt uit huis geplaatst, dan raken die ouders na 3 maanden al het gezag kwijt. En wat er ook nog bij komt, is dat er bij jonge kinderen tot 4 jaar, op het moment dat die een half jaar of langer uit huis geplaatst zijn, is er geen perspectief meer voor ze om thuis te komen wonen, want dan zijn ze onthecht. Dat betekent dus dat je never nooit je kinderen terugkrijgt. Ik ben er echt stil van. Dit had ik nog niet en nog nooit gehoord. Ook niet in de voorbereiding van het gesprek, zelfs maar bedacht. Maar ik ga daar eens heel diep in duiken. En ik zou jou willen vragen wat je ervan hebt of weet op links even naar me toe te sturen. Dan ga ik het echt achteraan. Ja, doe ik. Op dit moment wil ik je gaan bedanken voor het gesprek. Je laat me een beetje in shock achter, maar dat was ook de bedoeling. Ik wist best dat er een heleboel aan de hand was. Ik ben zelf al jaren bezig voor actie voor meneer Bijbelzin, een Koerd. Daar weten ze in Turkije ook wel wat van. Die zit hier gevangen in ruil voor misstanden die op justitie hebben plaatsgevonden in Turkije. Ja, dat Demming, ik heb de chauffeur gesproken van Demming, Nico Langeveld. Die later en, ook wat zeg je? Die later een hartaanval kreeg ineens. Ja, Nico is de enige die natuurlijk veroordeeld is in de Rolodex-zaak. Ik heb hem 2 keer live gesproken. Maar als je hoort wat die jongen te vertellen hebt, dat is ook ongelooflijk gewoon. Ja, nee. Maar ja, dat is inderdaad de zaak bij de zin. Yvonne, het is een hele toestand. Ik ken heel jouw achtergrond eigenlijk niet, maar ik zelf ben christen, ik ben voorganger. Ik zit daar ook in een Bijbel voor mijn neus, ik ga er niet eens voorlezen. Maar wat ik wel heel belangrijk vind, is dat in de Bijbel staat dat uiteindelijk gaat God iets oplossen. En dan gaat hij de harten van de ouders terugbrengen tot de kinderen en van de kinderen tot de ouders. En dat gaat gebeuren in de laatste dagen. En ik hoop echt dat binnenkort mag gaan gebeuren. Dat hoop ik ook. Iets van dat soort hoop gaan mogen zien. En ik wens jou vanaf hier alle goeds. De zegen. Als ik iets voor je kan betekenen, dan je weet het te vinden. We hebben app-contact, dan horen we elkaar weer. En ik wacht even op de linkjes die je nog toe sturen. Heel hartelijk bedankt. Die ga je doorsturen. Ja, dat doe ik. Jij ook hartstikke bedankt voor het gesprek. En super die uitzending. Het moet gewoon aardig blijven. Volgende keer hoop ik een haring. Misschien kom ik wel naar Turkije toe. Ja, super. Okay. Altijd welkom. Oké, Yvonne, bedankt. Doei. Mocht u dit gesprek mooi hebben gevonden, dan zou ik zeggen even linken, in de link onderaan liken. Deel het gerust ook met uw vrienden. Als u denkt iets te kunnen bijdragen of iets weet over deze zaak of misstanden,
U kunt altijd reageren op de website www.dezendag.com. Dank u wel voor het kijken. Tot ziens.